Zo. Nou, de tweede pizza is bijna klaar. Nog een minuutje, denk ik. En hoe was die eerste? Ja, die eerste was echt geweldig. Ik meen ik serieus. Uit de oven is het ook lekker, maar dit geeft net een apart smaakje. Je proeft echt een barbecue smaakje. Echt een steengebakken pizza. Ja, zeker weten. Nou, we gaan even kijken hoe het met hem gaat. Even kijken. Ja, hij is heel mooi. Ik wil hem nog heel even door laten gaan. 1 minuutje. En dan, dan gaan we is het dan weer aan beginnen. Mooi gelukt. En dan staat er voor dit weekend nog op het programma een stoofpotje. Ja, morgen gaan we een stoofpotje doen. En een kippetje. En een kippetje. 2 zelfs. Oh ja. Dus dan komen we weer bij jullie terug. Morgen komen we weer bij jullie terug. Maar ik heb nog even een andere mededeling. Oh ja. Ik heb natuurlijk mijn eerste abonnee van Freddy's Barbecue TV. Tevens ook een hele grote fan. Dat is Gijs Bedlam uit de Zuidas Beemster. En ik weet, Gijs, dat jij heel graag een keertje een uitzending van Freddy's Barbecue TV wil bijwonen. En de eerstvolgende keer, volgende week of die week erna, dat bespreken we even met je papa. Dan ben jij van harte uitgenodigd om mee te bakken en daarna uiteraard lekker mee te eten. Bij Freddy. Bij Freddy's Barbecue TV. Doei doei.